Hoi Schorpioen, welkom bij je reading voor januari 2024 is het alweer voor deze reading. Dit is een reading die gaat over het hele jaar. En het gaat over het openen van poorten en ik hoop dat ik je daarmee kan helpen. In ieder geval, ik hoop dat je fijne feestdagen hebt gehad met familie, vrienden. En veel warmte, liefde, lekker eten misschien ook wel. Tenminste, ja, dat is bij ons altijd ja, Brabanders, Bourgondiërs. dus dat is bij ons altijd heel belangrijk. Maar in ieder geval, ik hoop dat je fijne feestdagen hebt gehad. En ik ga deze reading voor je doen. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. Ik begin met een kaart van de Gateway of Light Activation. En we hebben de Venusian Galactic Council. Ik heb geen idee hoe ik dat moet vertalen. De Venusiaanse Galactische Council. Raad misschien wel. En dat zijn Star Being Guides, Answer the Call and Time to Shine. Star Being Guides, ja, de gidsen. Ja, sterrengidsen als het ware. Sterrenlichtgidsen. En geef antwoord aan de oproep en het is jouw tijd om te stralen en om je licht te laten schijnen. Oké. Jouw licht te laten schijnen. Ik weet dat schorpioenen bekend staan als een beetje de donkerdere tekens van de dierenriem. Net zoals steenbok bijvoorbeeld. Jullie zijn altijd wat donkerder, hè? Het zwartste zwart en dan nog in de beste kwaliteit. Ja, daar staan jullie onbekend. Maar jullie hebben ook licht in je. Het is alleen zo dat niet iedereen dat licht ziet, omdat niet iedereen weet hoe schorpioenen in elkaar zitten. En vooral niet als mensen heel erg makkelijk zichzelf openstellen. Ach, wat gezellig meid en het is weer teenslipper weer. He, en dan komt er een schorpioen aan die zegt, ja hoezo, ik kan toch ook gewoon gimpen dragen. Nou, dus dat. Niet iedereen weet dat van jullie. En dus ziet ook niet iedereen het. Ik wel, gelukkig. En ik ga voor je kijken naar je reading. Waar zit jij nu op dit moment? Aas van lucht. De aas van lucht, dat is de aas van zwaarden. Dit is een nieuw begin, een nieuwe mindset. Een nieuwe manier van dingen bekijken en in het leven staan. Beslissingen op een andere manier nemen. Misschien leer je nieuwe dingen. Misschien is er een bepaalde vorm van helderheid. En dat je ineens zegt, oh dus dat. Weet je wel, het Eureka moment. Dus ik ben heel benieuwd wat dat je gaat brengen dit jaar. De poort die op dit moment nog gesloten voor je is en die dit jaar open gaat, hebben we de drie van aarde. En de drie van aarde is een kaart die dingen samenbrengt. Dingen die bij elkaar horen, die samenkomen. Je pakt verschillende elementen en je pakt ze samen en je komt tot een resultaat. Normaal gesproken in het Rider-Waite heb je drie mensen die een kerk aan het bouwen zijn. Kijk, je hebt iemand die een kerk nodig heeft. Je hebt een architect en je hebt iemand die de kerk bouwt. En dat zijn de drie pentagrammen. En dat is wat je hier eigenlijk aan het doen bent. Nou weet ik niet of je van plan bent een kerk te gaan bouwen. Net zoals mijn moeder nooit naar Keulen wil. Maar als mijn moeder nieuwe schoenen gaat kopen, zegt ze, oh, dan kan ik te voet op naar Keulen. Ja, het is niet dat ze naar Keulen wil, maar het is wel dat ze zegt van, ja, mee eens, die kies ik. En dit is eigenlijk ook wat jij hier zegt. Ik ben niet van plan om een kerk te bouwen. Maar hetgene wat ik ga bouwen, dat gaat fantastisch zijn. Wat is de poort die op dit moment open is om deze poort mee te kunnen openen? En daar hebben we geduld. Dit is gematigdheid in de tarot. Dit is het tarot van het goede overigens. Geduld, gematigdheid.
alles op zijn tijd. Op je eigen manier. Je pakt het een en je pakt het ander en je brengt het samen. Je pakt de dag en de nacht of het zilver en het goud en je brengt dat samen. En je doet het rustig, je doet het bedeesd, je doet het gedecideerd. Je weet waar je mee bezig bent. Nu al. Je weet waar je mee bezig bent. En je neemt er de tijd voor. En dat kun je ook, want je bent een fixed sign. En dat wil zeggen, fixed signs maken een beslissing en ze blijven daarbij. En ze doen het tot het goed is. Je gaat door tot het goed is. Oké. Wat is hetgene dat je los moet laten? Schildknaap van aarde. En dan zou je die eigenlijk op zijn kop moeten bekijken. En dan heb je een gebrek aan initiatief. Of misschien niet meteen het durven nemen van het initiatief. En anders is het omdat dit aarde is. En aarde is een rustig, langzaam teken. Is het misschien dat dingen niet snel genoeg voor je gaan. Op dit moment. En dat je denkt, wanneer komt er eindelijk eens vaart in? Kom op nou. Dus ik moet even gaan bekijken hoe deze kaart precies in elkaar zit. Ik ga zo verduidelijken. Maar wat is hetgene dat je vast moet houden? En dat is de acht van vuur. Actie en communicatie. Dan is het misschien toch dat dingen te langzaam gaan. En dat er geen vooruitgang in zit. En dat je dat los moet laten. De stilstand loslaten. En juist vooruit gaan. Oké. En dan, wat kun je bereiken als je eenmaal in die poort bent? Wauw. En dat voor een schorpioen. 10 van water. 10 van bekers. Dit is jouw compleetheid. Jij bent van het element water. Water is jouw compleetheid. En dit is de 10 van water is de compleetheid in jouw element. Dus het is niet alleen compleetheid in je emoties of in je gevoel of in je hart. Maar gewoon in wie jij bent. En hoe je leeft en wie je wil zijn in het leven. Daar is dit de compleetheid van jouw kern. En dan is het inderdaad jouw tijd om te stralen. Maar inderdaad, er is een. Ik zie hier nu ook answer the call. Er is een roeping. Je wordt geroepen om iets te doen, om dingen samen te brengen, om die 10 van water bij elkaar te brengen. Dus volg inderdaad die roeping. De aas van lucht. Waar zit je nu op dit moment? We hebben de 9 van zwaarden, we hebben de geliefde en we hebben de koning van staven. Je zit op het moment waarin je beseft dat alles wat jou tegenhoudt alleen maar gedachten zijn. En voor een waterteken om vast te zitten in je gedachten, dat vind ik best wel erg. Dat gun ik niemand. Daar gun ik geen enkel waterteken. Niet schorpioen, niet vissen, niet kreeft. Gedachten kunnen heel veel met je doen. Die kunnen je tegenhouden in alles. En geloof me, ik weet het, want ik heb het zelf gedaan. Meer dan 15 jaar. Heb ik mijn gedachten mij laten tegenhouden. En dat gun ik niemand. En je zit nu op een punt waarin je beseft. Het zijn alleen maar mijn eigen gedachten die me tegenhouden. Mijn eigen gedachten vormen die obstakels, maar zijn ze er ook in het echte leven? Is het een verkeersdrempel of is het de Mount Everest waar je overheen moet? In je hoofd is het misschien de Mount Everest, maar in het echte leven, en dat besef je nu, in het echte leven is het maar gewoon een verkeersdrempeltje. Dat is het moment waar je nu zit. En daardoor kun je de dingen in balans brengen, in harmonie brengen. En kun je initiatief tonen en vertrouwen op jezelf en op je eigen creativiteit, op wat jou inspireert. En ik weet niet wat die nieuwe mindset is, wat die nieuwe gedachte is, wat dat nieuwe
nieuwe in jouw leven is waardoor jij nu op dit moment zegt, hier ga ik voor, dit ga ik doen. Ik weet niet wat het is, waar het mee te maken heeft. Maar je bent op het punt aangekomen waarin de Mount Everest verandert in een verkeersdrempel. En dat je denkt, nou als dat alles is, dan ga ik een pad volgen en dan maak ik een keuze. En dan ben ik lekker in mijn eigen, zit ik in mijn eigen vel, in mijn eigen balans. En dan doe ik wat mijn hart me ingeeft, wat het vuur in mij ingeeft. Want jij hebt ook vuur in je. Dat is waar je nu op dit moment zit. Oké. Welke poort is nu nog gesloten voor je? Maar gaat dit jaar open? De ster, de toren, de wereld, drie grote arcana kaarten. En niemand die je iets maakt, zeven van staven. Je bent een doorzetter, dat weet ik. En je laat je niet zomaar iets wijsmaken. Mooi zo. Fijn. Je hebt dromen en wensen. Dingen die je in de realiteit gevormd wil zien. En je bent niet bang om het aan te gaan, om die verbinding te leggen. Om jezelf daarmee te verbinden met die ster, met die dromen en die wensen. En te zeggen, oké, dit is wat ik wil en ik ga dit doen. En ja, misschien moet daar een toren voor vallen. Maar als de toren waar ik nu in zit niet meer voldoet en die dient mij niet meer en die sluit me alleen nog maar op, het is alleen nog maar een gevangenis, dan heb ik niks aan die toren. Dus dan laat het maar gaan. En dit kan werk zijn, het kan gezondheid zijn, het kan een relatie zijn, het kunnen je financiën zijn, het kan van alles en nog wat zijn. Maar je hebt dromen en wensen. En je bent bereid om te zeggen, oké, ik bouw wel een nieuwe toren. En dan komt er compleetheid. De cirkel is rond en het is tijd om er doorheen te stappen. Het verhaal is compleet. Het plaatje is compleet. Je wensen zijn er. En terwijl je eerst aan de ene kant van die cirkel bent, stap je er doorheen naar die andere kant van de cirkel waar jouw dromen en wensen liggen. Wauw. Tijd om te stralen, ja inderdaad. Het is echt tijd om te stralen voor je. Oké. Welke poort is er nu open om jou te helpen om die dromen en wensen waar te maken? Drie van bekers, drie van pentagrammen, tien van pentagrammen, wauw. En dat met gematigdheid, met geduld. Dit is zo mooi. Ik vind dit is zo'n mooie combinatie van kaarten. Oh, echt. Sowieso zie ik heel veel gebeuren in je gemeenschap of zo. In de mensen om je heen en jij met de mensen om je heen. En het kan zijn dat je die mensen altijd in je leven hebt gehad en dat je denkt van, fijn dat ik op jullie kan bouwen en fijn dat wij elkaar kunnen vertrouwen en dat we elkaar hier samen met z'n allen doorheen slepen en handen vastpakken en we gaan ervoor, zoals deze drie dames. Het kan ook zijn dat je dit nooit hebt gehad en dat je nu in een omgeving komt, in een gemeenschap of een maatschappij komt met mensen om je heen die je precies begrijpen. En dat je je zielsverwanten vindt. En dat je het daarmee samen doet. Maar dit is een overwinning. Het is iets te vieren hebben. Het is samenkomen met mensen om je heen. Drie van pentagrammen. Het begint hier al. Nu begin je al die poorten openen. Misschien ben je er al aan bezig. Maar je begint hier de dingen al samen te brengen. Je hebt degene die het ontworpen heeft. Je hebt degene die dat hele ding opgebouwd heeft. En je hebt hier degene die met al die draden aan het weven is.
Maar je bent nu al dingen samen aan het brengen. Je doet het nu al. En je doet het, wat ik zei, rustig en gedecideerd. Je hebt alle tijd. Je doet dit volledig in balans, zoals hier met die geliefde. Die balans. En de 10 van pentagrammen is compleetheid. Dit is fysieke compleetheid. Dit is jouw compleetheid, van, tot in het diepste van je ziel. Maar dit is fysieke compleetheid. Er gaan dingen op zijn plaats vallen. In de fysieke wereld, materiële wereld nu, op dit moment gaan er dingen op zijn plaats vallen. En het gaat zorgen voor een compleet gevoel. Eerst is het nog fysiek. Uiteindelijk komt het bij je kern, in je hart. Oké, schildknaap van aarde. Wat is hetgene dat je los moet laten? Wat is hetgene dat je los moet laten? En de kaarten doen er even over, maar dat is goed, want dan krijg je ook het juiste antwoord. Zo denk ik er altijd over. Oké. Ja. Daar zijn er te veel, dus dat klopt niet. Ik zie hier wel de zon onderop liggen. Oké, kom op jongens. Ik wil de schildknaap van aarde. Wat moet schorpioen loslaten om de poort te openen? Wat moet je loslaten om de poort te openen? Got it. We hebben de zegenwagen, we hebben de 4 van staven en we hebben de 9 van bekers. Oké. Als je die kaarten omdraait en kijkt naar hetgene wat je los moet laten. Oké, dan is het toch die haastige spoed die je los moet laten. Oké, ik snap dat hier actie is en communicatie. Maar haastige spoed is zelden goed. Blijf rustig, zoals met die gematigdheid. En hier met die 3 van bekers, 3 van pentagrammen en de 10 van pentagrammen. Blijf rustig. Haastige spoed is zelden goed. Het is niet voor niks dat wij snelheidslimieten hebben op de weg. Dat je binnen de bepaalde kom stapvoets gaat. Dat je 50 wegen hebt, 80 wegen, 100 wegen. Dat is niet voor niks. Haastige spoed is zelden goed. Het tweede wat je los moet laten is een teveel aan stabiliteit. Het continu maar blijven zitten waar je zit. En denken, het zal wel goed zijn. Het zal wel goed zijn. Ik blijf wel gewoon zitten. Want we hebben net gezien met die toren. Dat je dromen en wensen hebt. En dat je opnieuw, als dit tentje valt, kun je een nieuwe tent bouwen. En kun je een nieuwe overwinning bereiken. Blijf vooral niet zitten waar je zit. En dan de laatste. En het is geen vorm van kritiek, want ik doe het zelf ook. Want dat heb je nu eenmaal met fixed signs. En dat heb je ook met mensen die zichzelf willen beschermen. Maar je hoeft niet alles alleen te doen. Je mag dit samen doen met mensen. Mensen die je vertrouwt. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet alles alleen te kunnen. Met 160 over de snelweg. En tegelijkertijd die ontzettende stilstand, omdat je niet voelt dat je vooruit gaat. En er dan ook nog het gevoel hebben dat je alles alleen moet doen. Je mag dit samen doen. En wat de bedoeling is dat je dit omdraait. En dat je zegt, oké, ik heb doelen. En ik weet waar die doelen zijn. Die zijn daar. En ik ga daar naartoe. Ik ga dat bereiken. Maar ik ben degene die zegenwagen bestuurt. En ik doe dit op mijn eigen tempo. Want ik wil weten wat ik doe. En ik wil weten waar ik heen ga. Het tweede.
stabiliteit, overwinning, iets te vieren hebben. Ja, doe dat alsjeblieft. Elke kleine overwinning, elke stap die je zet, vier het. Maar blijf niet zitten waar je zit. En als laatste, vertrouw op jezelf, maar weet dat je niet alles alleen hoeft te doen. Je kunt al je momenten, of dat nou vreugde of verdriet is, of dat je het een keer moeilijk hebt, of dat je denkt van, jee, dit was een eitje, deel het met andere mensen. En als het even niet gaat, hey, Piet, Marie, weet ik het wie in je leven, help mij eens. Of geef me eens nieuwe inzichten, of hoe kijk jij hier tegenaan? Maar blijf altijd vertrouwen op jezelf. En je hoeft het niet alleen te doen. Je mag dit delen met mensen. Alles wat je dit jaar gaat doen. Oké. Wat is hetgeen dat het je vast moet houden? Oké. Actie. Communicatie. Ingaande en uitgaande energie. Wat is hetgeen dat je vast moet houden? We hebben de Ridder van Zwaarden. We hebben de Vijf van Pentagrammen en we hebben de Ridder van Staven. Ik heb hier twee ridders. Eén ridder die zegt, je mag het van de daken schreeuwen als je wil. En je komt in actie. We hebben één ridder die zegt, al het vuur wat er in je brandt, al die creativiteit die je in je hebt, laat hem maar uit. En daartussenin hebben wij de Vijf van Pentagrammen. Ook al heb je misschien soms het gevoel dat je buiten staat. Of dat je die sleutel nog niet hebt. Of dat je niet binnen bent, maar dat je buiten staat. Wat dan ook, als je dat gevoel hebt. Het maakt niet uit. Want je hoort er wel bij. De sleutel is hier. Je hoeft hem alleen maar te pakken. Je hebt de sleutel al lang. En die sleutel ligt tussen communicatie en in actie komen. En vooruitgang boeken. En je eigen creativiteit en je eigen licht laten schijnen en laten stralen. En dan weet je precies hoeveel je waard bent en wat jij te bieden hebt. En wie jij in dit leven bent. En wat je dit jaar allemaal kunt bereiken. En wat je kunt bereiken is verdorie niet niks, hè? Het is potverdorie niet niks. Je dromen en wensen laten uitkomen. Een nieuwe eigen toren bouwen. Compleetheid. En dan gaan we nogmaals naar compleetheid toe. Want we hebben hier compleetheid en we hebben hem hier. Hoe ga jij eruit zien als je straalt, schorpioen? Wie ga je zijn? En hoe ga je je voelen dan? Op dat moment, als je echt kunt laten zien, dit ben ik. Kijk eens naar de licht wat ik heb. Want jullie denken allemaal wel dat ik donker ben. Hè, een donker teken in de horoscopen in de riem. En jullie denken wel dat ik van de schaduw ben en van de dit en van de dat. Maar ik heb ook licht in me. Here we go. Drie van zwaarden. De gehangene. Zeven van pentagrammen. De drie van zwaarden. Is een kaart waarbij je niet langer bang bent om te laten zien wat je voelt. En waarbij je weet. Oké, ik heb geleden. Ik heb pijn gehad. Mensen hebben me pijn gedaan. Ik heb het gevoeld. Allemaal. Ik heb het toegelaten en ik herken het. Maar nu kan ik het achter me laten. Nu kan ik het loslaten. Ik kan het laten gaan. Je hebt de gehangene. Je bekijkt de wereld nu vanaf een ander punt. En je weet dat je in het verleden lessen hebt gehad. En die lessen zijn hard geweest. Die zijn keihard geweest. Maar je kunt nu die lessen vanuit een ander perspectief bekijken. Omdat je nu weet, die lessen hebben mij alleen maar sterker gemaakt. En ze hebben me de vrijheid gegeven
om te zijn wie ik ben. Ze hebben me geleerd wat ik wel in het leven wil en wat ik niet in het leven wil. En nu weet ik het. Nu weet ik dat wat me ook overkomt, dat ik hier sterker en beter uit kan komen. En dat er groei is en ontwikkeling. En misschien van bovenaf lijk ik op een petiterig, pietenpeuterig klein bonsaiboompje, dat klopt. Maar van onderen ben ik helemaal fantastisch. Ben ik mijn tentakels gaan overal, mijn wortels gaan overal heen. Omdat ik weet hoe sterk ik ben. Je gaat leren dat alles wat je hebt meegemaakt in het verleden en alle lessen die je hebt geleerd, dat het je uiteindelijk heeft gemaakt tot wie je bent. En ik moet denken aan, hoe heet het ook alweer? Die film. Is dat Bruce Almighty? Bruce Almighty. En op een gegeven moment zit daar een fragment in over een jongetje die kan niet in de touwen klimmen tijdens de gym. En die wordt uitgelachen. En dan laat hij iedereen zijn wensen maar uitkomen van, ja, nou, doe maar gewoon, huppakee. En dan wordt dat manneke uiteindelijk een heel arrogant verwend jong, terwijl als hij gepest was gebleven en als hij een sukkel was gebleven, dat hij een briljante auteur was geworden of zo. Dat zit in Bruce Almighty. En ik zie jou hier nu als dat manneke wat niet in het touw omhoog kon klimmen. Manneke wat gepest werd, als dat manneke wat uiteindelijk door alle lessen in het leven briljant is geworden. En dit ga je van jezelf weten. Door alles wat je hebt meegemaakt. En alles wat je hebt gedaan. En wat je voor elkaar hebt gekregen. En wat je hebt geleerd. Ben ik briljant geworden. En dat is fucking sterk. Ik word er stil van. Dat is echt sterk, schorpioen. En als je weet hoe briljant je bent, dan kun je bereiken wat je wil. En het is zo erg dat ik zelfs vergeten ben welke kaart hieronder ligt. Zelfs dat ben ik vergeten. Gewoon zo erg is het. Ik ben even van de kaart. Maar dat heb ik vaker met jullie readings. En ik ga even kijken. 3 van aarde. Alles komt samen. Wauw. Briljante stralen trouwens ook. Hè? Of in ieder geval, ze reflecteren licht. En dat is wat straalt. En dat licht wordt alleen maar mooier door die briljant. Oep. Ik ga naar je advies. En ik heb als eerste advies voor je. De zon. Ga achter je geluk aan en wees gelukkig. En pak dat geluk. Waar het ook is, op welke manier je het ook kunt bereiken. Pak dat geluk. Je hoeft er niet bang voor te zijn, want het is van jou. Het licht is van jou. En je mag dat licht laten zien. Je mag briljant zijn. 6 van aarde is je tweede advies. Houd de balans. Doe alles met geduld en beleid. Vind het evenwicht in jezelf. Geen haastige spoed. Maar doe het op je eigen manier. Op je eigen tempo. Met geduld, met beleid. Gedecideerd. En vertrouw op jezelf. En dan als laatste hebben we de boodschapper van water. Dit is de ridder van water. Je hebt de ridder van lucht. Je hebt de ridder van vuur. Je hebt de ridder van water op dit moment. En de ridder van water is degene die de dingen doet zodra ze belangrijk genoeg voor hem zijn. Niet omdat een ander het wil. Niet omdat de statistieken het zeggen. Niet omdat het theoretisch zo in elkaar zit. Maar omdat het belangrijk genoeg is. En omdat hij er gelukkig van wordt. En onderop die kaart wil ik toch nog even laten zien, oproep.
Answer the call. Geef gehoor aan de oproep. En hier heb je als laatste kaart met je adviestrekker oproep. Je hebt nu op dit moment die aas van lucht in je. Geef gehoor aan die aas van lucht. Die aas van zwaarden, die nieuwe mindset. En als je er gehoor aan geeft, dan ga je weten dat je briljant bent. Laatste kaart, de self, gathering your power. De zelf of het zijn of je eigen ik. Verzamel je krachten. Verzamel je krachten, je gaat het nodig hebben. Dit jaar gaat fucking fantastisch zijn voor je. Maar blijf onthouden, je hoeft het niet alleen te doen, maar verzamel je krachten. Want dit jaar. Oi, 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 oi. Ik hou mijn hart vast, echt waar. Maar ik vind het geweldig voor je, echt. Oké. Dan hebben we nog als laatste de charms. En ik heb hier de volgende voor je. Oké. Ik ga beginnen. Ik heb een schaar. Sommige dingen moeten doorgeknipt worden. Sommige dingen zijn niet meer nodig in je leven. Het maakt je niet meer compleet. Het is klaar. Die toren waarin je jarenlang hebt geleefd, die heeft je gediend. Ja, maar nu niet meer. Het is niet meer genoeg. En dan geeft het niet dat je af en toe een keer een touwtje doorknipt. En zegt, oké, dit is ooit geweest, maar nu is het niet meer van mij. We hebben ook het paperclipje. Er zijn ook dingen die je vast moet houden. En ik denk dat hetgene wat jij vast moet gaan houden, dat gevoel voor compleetheid en dat gevoel voor de maatschappij, voor gemeenschap, voor de mensen om je heen en je zielsverwanten, dat hetgene is wat je vast moet pakken. Dan heb ik hier de sleutel met het oneindigheidsteken. De sleutel die jou een poort binnen laat gaan, waarin de dingen moeten zijn zoals ze moeten zijn en de dingen voor eeuwig door blijven gaan. En ik leg die bij de 10 van water, die compleetheid. Maar ook bij die 3 van zwaarden die jou heeft geleerd wie je daadwerkelijk bent en hoe sterk je bent. En dat je niet alleen dat stukje bent, maar ook dat stuk. Dan heb ik de kikker. Sprongen voorwaarts maken. En dit is de springende kikker. Ik heb er 1 op een blad en ik heb er eentje. Kijk, dit is de springende kikker. En die springende kikker die maakt sprongen, die maakt vooruitgang, maar die doet het op zijn eigen manier. En er is hier bij die 8 van vuur is er actie en er is communicatie ook met die 2 ridders erbij. Je maakt sprongen, maar je maakt die sprongen op je eigen manier. En je hoeft dat niet te doen met haastige spoed. Je doet het op je eigen manier. Faith, vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf. Vertrouwen hebben in anderen en dat je niet alles alleen hoeft te doen. En weten hoe sterk je bent. En ik ga hem even hierbij leggen, bij die 9 van bekers. Omdat dat hetgeen is wat je om moet draaien. De 9 van bekers op zijn kop, naar de 9 van bekers rechtop. En als laatste, en die staat denk ik wel symbool voor jouw sterrenbeeld, de vlinder. Transformatie, verandering. En je bent bezig met de transformatie. En de transformatie waar je aan bezig bent, is dat je weet dat je briljant bent. Hoe goed je bent en wat je allemaal in het leven voor elkaar hebt gekregen. En deze transformatie begint hier bij die aas van lucht, bij die nieuwe mindset en die nieuwe mentaliteit. En het moment van helderheid waarin jij beseft met die 9 van zwaarden. Het zijn alleen maar gedachten. De Mount Everest is een verkeersdrempel geworden. Lieve schorpioen, ik ga hem hierbij laten. Ik wens je een fantastisch 2024. Met heel veel liefde, met gezondheid, met warmte. En heel veel licht in jouw geval. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop tot ziens.